spannende dag voor ons, hè? Ja? Ja, zeker weten. Zeker weten. We moeten vandaag winnen. Groente soep, alsjeblieft. Tuurlijk. Goedenavond trouwens. Welkom bij een nieuwe aflevering van TKO Sport. Nou, u denkt misschien wat is er nou weer aan het doen. Eten heeft toch helemaal niks te maken met sport? Nou, wel degelijk, want ik ben te gast bij de zaterdag amateurclub Blokzijl. Zesde klasse Noordsbaby. Die hebben vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Een streekderby tegen Belst Rutsloot. En ik mag vandaag assistenttrainer zijn. De trainer kent u misschien al. Daar gaan we straks kennis mee maken. Hendrik van Eer, die zat er bij ons in de zaterdag radio show op zaterdagmiddag te gast. Dat geeft altijd een hele analyse. Nou, we willen hem natuurlijk ook zelf een keer levend lijven zien. Eerst gaan we lekker eten. En dan kunt u kijken naar Sportclub Overijssel. Heerlijk. Zo, schrijf even aan. Lekker. Henry, ik ben vandaag jouw assistentcoach. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Hoe gaat zo'n dag een beetje lopen voor jou? We beginnen dus met het eten. Ja, dat doen we dus niet elke zaterdag. Maar dat doen wij alleen maar voor belangrijke wedstrijden. Die we eigenlijk moeten winnen. We zijn thuis nog ongeslagen. Dus in principe doen we dat altijd met een thuiswedstrijd. En vandaag hebben we dus een belangrijke wedstrijd tegen Belst Rutsloot op het programma. Streekderby. Dus we moeten vandaag gewoon zorgen dat we die punten weer in huis houden. Ja. En dan doe je lekker mee met de bovenste. Want, als verliezen we vandaag, dan komt Belst Rutsloot boven ons te staan. En dat willen wij natuurlijk. Jullie staan nu derde. Ja. Maar het staat allemaal dicht bij elkaar, hè? Het staat heel dicht bij elkaar, dus er is alles mogelijk. En ja, goed, de derde plaats, dat geeft ook nog recht voor de na-competitie. Dus dat willen we, als we geen kampioen kunnen worden, dan willen we graag meedoen met de na-competitie. Heb je eten voor mij? Dat is ook een kruis voor mij. Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Ja. Heb je eten voor mij? Je weet vandaag, jongens, spelen wij tegen Belst Rutsloot. En Belst Rutsloot, dat is een ploeg wat heel fysiek is, dat weten we allemaal. Maar wij moeten vandaag winnen. Ik leg de druk ook erg hoog. Want wil je aanhaken, ja, of wil je afhaken? Als je vandaag verliest, dan komt de belt omhoog. Als band wint van oude Haske, komt band boven ons. En dan zakken we zo 2-3 plekken naar beneden. En dat willen we niet. Toch? Dat willen we toch niet? Nee. Dus het gaat er dus om dat wij vandaag met onze kop moeten gaan voetballen. En dan heb ik het woord voetballen. Maar daarbij spelen we ook weer met onze 12e man. Met Dick. Dus je moet discipline hebben. Je moet inzet hebben. Je moet communicatie hebben. Maar helemaal karakter. Want als je wat wil winnen, dan moet je het verdienen. En verdienen, dan moet je altijd werken. Dus dan moet je voetbal laten zien. En vandaag tegen een ploeg die fysiek sterk is, die heel veel wil lopen, maar die gauw lange ballen wil geven. Ja? Nou, wij moeten daar voetbal tegenover stellen. Maar je moet ook de wedstrijd lezen. Want Mark doet altijd mee in de aanval. En als hij meedoet in de aanval, man! Van mij, boys! Ja, normaal zou ik zeggen wat anders, maar ik ben meteen aan het staan. Met wat? Maar dan is dat duidelijk? Vragen? Assistent-trainer? Ik had niet beter gekund. Ze zijn er helemaal stil van. Dat moet ook. Ik ook, trouwens. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik had niet gedacht, heel eerlijk gezegd, dat in de zesde klasse ook echt zo serieus... met alle respect, hoor. De gedelijke week zo, jongens. Hé? Oké. Okay. We gaan omkleden. Zo. Laat de assistent-trainer maar niet bij het uitkleden erbij zijn. Heel leerzaam dit. Ik moet het nog even uit mijn hoofd leren, hoor. Hoekstra. Venus, Lok, Buis.
in ieder geval de eerste elf, dat zal wel de basis zijn. Slachter. Ik moet even mijn stem om het overwicht te geven. Mark, kom eens even bij de assistent trainer. Zijn best grote jongens, hè, die tegenstanders. Ja, stevige mannetjes, ja. Ja. Dus, ja, vooral fysiek voetbal van hun. Dus het is zaak dat wij er gewoon de positiespel erheen komen. En jij speelt ook alweer? Rechtsback. Rechtsback, dus dat wordt een pittige wedstrijd voor jou. Ik hoop van niet, maar ik denk het wel. Helaas. Ja. Maar goed, dan we zien het wel. Tuurlijk, we gaan helemaal goed komen. Voetballend zijn we veel beter, dus wat, hoe gaan we vanuit gaan. Wat gaat het worden, denk je? 3-1. Okay. Heb je voor mij nog een advies wat ik als assistent-trainer nou een beetje zou kunnen toevoegen aan de wedstrijd? Jeetje. Moeilijk. Schreeuwen? Moeilijk, ja. Vooral schreeuwen. Okay. Doet de trainer ook. Dus. Doe ik dat. Okay. Ik ga nog even studeren op de namen. Is goed. Maar het gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Succes. Nummer 1. Mark. Ik denk dat dat nummer 5 is. Oh, maar er zitten 3 Marks in. Of zou het nummer... Nee, nummer 5. Want dat is rechtsback. Dan zal die wel een laag nummer hebben. Dit is hem. Geworden voor Blokzijl in het derby. En dan hebben ze natuurlijk wel een biertje verdiend. Dat is mijn taak als assistent-trainer. Kijk! Hey! Dat dacht ik. Carrie bedankt. Zo. Nou jongens, gefeliciteerd. Ik vond het hartstikke leuk. En ik ben blij dat jullie de punten hebben gehaald. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Of niet trainen? Ja, ja. Ik dank jullie in ieder geval dat we erbij mochten zijn. Ik vond het hartstikke leuk. En wij zien jullie in ieder geval volgende week terug. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond nog. Mag ik ook een biertje? Ja hoor. Ja? Heb ik daar ook wel verdiend. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Groene Land Achmea.